mensen van Vlaamse Gaming Content en ik zie al dat mijn texture pack niet aanstaat. Moedige scherm weer klein. Ja, dit is mijn achtergrond. Let er maar niet op. Dit is al een lekker begin. Maar vindt jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe video van Minecraft Survival Island. Hoe jullie het willen zeggen. Maar jongens, misschien weten jullie het al uit vorige video's. Ik heb mijn motherfucking microfoon. En dit is de houder, dus zo. Eigenlijk. Maar we krijgen hem nog niet aangesloten. En waarom het nu zo laat is. Ik ben later thuisgekomen van mijn papa, want ik ben eigenlijk bij mijn papa. Maar ja, daar moeten jullie niet naar kijken. Maar ja jongens, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. En vandaag wil ik een paar dingen bespreken. En ik wil mijn huis bouwen. Oh, maar wat die fuck. Staat er geluid aan? Wat? Huh? Wat? Oké, blijkbaar komt er geen geluid uit, waarom, ik weet het niet, maar ja, dus ik ga vandaag mijn huis bouwen en vandaag hebben wij scholenveld opgekregen. Joehoe. Fucking kut, man. Oh, zo zwaar, 1600 meter. What the fuck, man. Waar zit je mee bezig? Dat is gewoon motherfucking kinderarbeid. Echt waar, man. Kom op, kinderen. Van motherfucking het eerste middelbaar. Ja, eigenlijk, ja. Ik weet het niet, maar kom op. Jongen, ze zijn motherfucking 11 of 12. Toch nog geen 1600 meter. Maar ja, eens even kijken op mijn HSM. HSM. Oh. Ik druk verkeerd op mijn HSM. HSM is het nieuwe woord. Oh my god. Zo. En maar ja. Waar wil ik het vandaag ook over hebben? Is over. Schoolborden en krijtjes. Wat is er nu met schoolborden en krijtjes? Oh, druk ik nu even op control en ik moet op shift duwen, maar ja. Wij hebben een irritant bord in onze klas. Man, als iemand erop zit te schrijven, hè, dan horen wij dat fucking zo. Jongen, dan zitten wij er zo, hè. Jongen, dat is echt niet normaal. Irritant. Een van de irritante dingen aan de school. Een fucking krijtbord. Waar ze op zitten te schrijven. Man, echt, hè. Oh. Eigenlijk zou ik naar buiten moeten gaan. Maar ik weet niet of ik hier moet. Nee, ik ga beter naar binnen. Want ja, ik moet die mobs killen. En hopelijk heb ik. Fucking deur. Hopelijk heb ik ja, stenen in mijn inventaris. En dan een stok. Smeert. En dan kunnen we die zombie gaan vermoorden voor een kert. Droppen zombies potatoes? Dat weet ik niet. Maar dan slomen. Slomen uit onze klas. We hebben zo'n meisje. In onze klas. Die in onze klas heeft gezeten. En die was fucking slom. En wij hebben een binnenkonijn. Hey, binnenkonijn. Ik ga het niet over hebben. Waar ik het wel over ga hebben. Ik ga het over veel hebben. Maar is over Bogdan. Want dat is toch één iemand die
Dus straks is hij gezegd, hey, ja, dat is een vriend van mij. Vanzelfsprekend. Ja, jongens, ik heb vrienden. Ik heb vrienden. Motherfucking goeie vriend. Is het weer zover? Is het weer zover? Ja, jongens, ik heb hier... Jullie zien het niet, maar ik heb daar van onder... Waar ik het nu naar Nederlands en Belgisch heb... Dat is om Slendytubbies te spelen. Een fucking kutspel, had ik dat toen geweten. Echt waar, hè. Ik weet niet meer welke controle er is. Oké. Hop, hop. Er moet even iets anders zijn. Dan moet het reset zijn. Dan, hop. En dan, back to game. Oké, maar... Wow, hey. Ja, iemand anders was gevallen. Oh ja, iemand anders was gevallen. Oh. We hebben eigenlijk wel strings nodig. Dan kunnen we een bed maken en dan kunnen we de nacht overskippen. Overskippen. Een nieuw woord. Overskippen. Nee, oh, fucking kutspin. Van jou kreeg je een string. Dat is dus geen hoer, dat weten we al. Maar nee, ja. Maar ik wil dus even een shout-out doen naar Bogdan. Als hij deze video kijkt. Ik kijk ze allemaal. Overal ben ik maar aan de derde episode. Maar Bogdan, shout-out naar u. Want Bogdan is echt een baas. Echt. En holy mother of God. Ik weet niet hoe het komt. Trekt Bella koeien aan, Bella. Heb jij zo'n string van een spin op je gat hangen? Of op je kut hangen? Nee. Ach, fuck you. Ik weet maar één ding. Koeien en dieren zijn hoeren. Waar slaat dat op? Echt, ik weet soms echt niet wat ik zelf vertel. Maar jongens, ik denk dat ik hier maar een huisje ga bouwen. Dat lijkt me dan een goed plan. En waarom is die laggy? Dat weet ik niet. Dat heb ik al vaker gezegd. Misschien ligt het aan mijn computer. Dat ik er al te veel op heb staan of zo. Ik weet het allemaal niet. Zullen we hier beginnen? Zo, ik heb ook nog aan Bogdan gezegd, tegen Bogdan gezegd, niet aan Bogdan gezegd, maar tegen Bogdan gezegd. Jongen, echt man. Als hij nog dingen heeft die ik moet bouwen, dat hij het dan maar zegt. Want ja, ik wil zoveel mogelijk dingen zien te bouwen. En hoe wil ik dat huis eigenlijk hebben? Ik begin aan een huis en ik weet nog niet hoe ik het wil hebben. Heel slim. Ja, zo. Al in ieder geval. Hop. En dan zetten we er daar nog eentje bij. Hier nog eentje bij. Zo. Met aarde kunnen we ogen opvullen. Dat is heel goed. Op en laten we hier maar en hier en bij en we zijn klaar. Alleen heb ik meer hulp nodig en ik zit er eigenlijk niet aan te denken hoe stom ik ben, want ik plant die saplings niet terug. Dus ik krijg zoveel en plant ze niet terug. Ja, daarom is het zo gemakkelijk om. Oh my god, nee. Als die mee ziet, hè man. Misschien zien jullie het niet, maar daar zo. Waar ik nu naartoe wees, staat een creeper. Zo zien ze eruit in de tekstpakjes. Dan weten jullie dat ook weer. Heel raar boertje. Maar ook bedankt aan Dan. Eigenlijk de uitvinder van Vlaamse game content. Want hij heeft mij gezegd hoe ik video's moet editen. Ik weet alleen hoe ik ze moet uploaden. Want nu weet ik ook dat dat een verschil tussen zit. Ja. Ik begin het te leren. En ik dacht dat ik konijn een creeper was. Met dat blad ervoor, of die boom eigenlijk ervoor. Blad, wauw, en het is een sapling. Dan brengt dat boek Minecraft voor beginners toch nog iets voor een pas.
En wat één zeggen was, jongens, ik heb geen idee. En waarom ik dit nu? Hier komt een deur. Zo. Dat weet ik al. Dus, hoeveel minuten hebben we nog te gaan? Niet veel meer. Nu weet ik ook niet hoe lang we aan het recorden zijn, maar ik doe altijd zo'n basic huisje. Basic, klein, maar wel goed. Maar dat slaat, vraag het mij niet. Echt, vraag het mij niet. Oh my god, man. Wat viel daar? Ik heb geen idee. Wat viel daar? Ik heb geen idee. En Maar Bogdan, waarnaar ik een shout-out geef, wat ik nu nog even doe. Bogdan, shout-out, je bent de baas. Maar die gaat ook een kanaal starten, heb ik vernomen. En, oh god. Dat gaat dan in het Engels zijn. Ik kan nog niet vertellen hoe het heet, maar als ik weet hoe het heet, ga ik sowieso zeggen. Mensen van Vlaamse Gaming komt dan check even. Bip, van Bogdan. Waarom boep zei, dat weet ik zo. Holy fucking kop, man. Maar, ja. Dus, maar, jongens, we hebben ons huis af. Nee, ja, grote woord. We hebben nog geen dak, we hebben nog geen deur. Te vroeg gesproken. Maar ik denk dat we de volgende keer zand gaan verzamelen voor de ramen. En hout gaan hakken voor de pilaren. Dus jongens, dat was allemaal bedankt voor het kijken. Dit is mijn nieuwe microfoon. Dit is de Trust microfoon. Maar is opzoeken op bol.com. Daar kom ik mijn spullen van. Daan heeft daar zijn capture card van. Alleen moet hij nog draden kopen. Omdat hij niet kan opnemen. Spijtig. Maar jongens, ja, allemaal bedankt voor het kijken. Heb ik al gezegd, like even deze video als je hem leuk vond. Bogdan zal het wel doen. Shout-out naar jou, je bent de baas. 3 keer, hè, man. 3 keer. Ik zou hem maar bedanken morgen in school. Maar nee, abonneer ook even. En dan zie ik jullie de volgende keer. Eerst drukken voordat je aflegt. Maar bye!